We hebben 6 snaren op de gitaar zetten met 6 verschillende diktes. En die maken elke keer een ander geluid. De dikste maakt de laagste geluiden en de dunste maakt de hoogste geluiden. Dus de laagste en de hoogste. En je kunt duidelijk zien het dikteverschil in de snaren. Een andere manier om een toon te veranderen is om de lengte van de snaar te veranderen. Dus de hele snaar en een kortere snaar, nog korter, nog korter. Dus op deze manier kun je ook je toon veranderen. Dus door de lengte van de snaar aan te passen. Ik kan ook de spanning op de snaar veranderen. En dat gebruiken we bij het stemmen. Dus ik heb een toon en die ga ik strakker zetten. Dan zie je dat de toon omhoog gaat. En ik kan hem losser zetten. En dan zie je dat de toon lager wordt. En muzikanten gebruiken dit om hun gitaar of snaarinstrument te stemmen. Bij een fluit maken we gebruik van de gaatjes om een instrument langer te maken. En daarmee dus ook de toon lager te maken. Dit instrument maakt gebruik van kortere en langere metalen staafjes. Dus langere en kortere. En je ziet de langere hebben een lagere toon en de kortere een hogere toon.